De laatste twee edities heeft Jong Ajax niet weten te winnen thuis van Jong PSV. Bij Jong PSV Robin Ruiter, de 32-jarige doelman, op doel. Maakt daarmee zijn officieuze debuut voor PSV. En hij wordt meteen al geschaakt door Gravenberg. Dat is een vroege openingsgoal. Zijn derde van het seizoen. Goeie goal. Krijgt de bal van Ter Heide. Dit is een goede schijnbeweging. Sterk door Gravenberg. En Ruiter kansloos en zo. Dus de voorsprong voor Jong Ajax. Schoonbrood met het schot. Er wordt gekraakt in de laatste linie. En zo komt de ploeg van Unico ook een keer gevaarlijk dichtbij. Jong Ajax natuurlijk getraind door Van der Gaag. Die ook de jeugdopleiding doorliep van PSV. Op 15-jarige leeftijd vertrok hij naar Eindhoven vanaf de Graafschap. En dit is weer een goed schot. En de redding mag er ook zijn van Robin Ruiter. Schot van Mendes. Daar zien we problemen bij Danilo, de Braziliaan. Hij wordt vervangen door Pijnadat, die zijn debuut maakt voor Jong Ajax, de Amerikaan. Die ook nog deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Real Madrid. Slecht verdedigd van PSV. Gravenberg met het schot. Ruiter houdt de bal tegen. Daar zien we Enes Faber namens PSV. En ook Mark Overmars is er. En dan Thomas eraf. Sidibé. De Belgische aanvaller er dus bij Jong PSV. Op zijn 16e tekent hij al een contract. En de kansen zijn voor Jong Ajax. Tetani, de Zuid-Afrikaan, stuit op Ruiter. Goede reactie van de doelman van PSV. Zoals gezegd, Jong Ajax combineert beter. Zit ook beter in de wedstrijd en krijgt de beste kansen. Mendes. Dit is die jonge Amerikaan. Een goed schot van de verdediger van Gelderen. Dan PSV, vlak voor rust nog niet echt in de buurt geweest van het doel van Kotarski. Omdat Ajax gewoon weg beter is in deze fase van de wedstrijd. Lekkere bal voor Traoré. De weg is lang richting de goal, legt hem dan ook breed. Goed schot van Tetani. Van Ajax Cape Town, nu dus bij Ajax. Nog voor rust, PSV nog een keertje. Het schot en Kotarski ligt daar goed. Sidibé met het schot. 18-jarige Belg dan in de tweede helft. De voorzet. Traoré laat hem lopen. In de herkansing krijgt hij hem ook niet binnen. En zo is meteen de eerste kans in de tweede helft voor de belofteploeg van Ajax. Dan PSV weer. Schoonbrood. Speelt een aardige wedstrijd. Een Gonge. Van afstand. Opnieuw PSV. Dat in de tweede helft dreigender begint te worden. En ook kansen krijgt. Dit is een goede reactie van Kotarski. Ledesma bijna met de gelijkmaker. Je ziet ook deze Mitchell van der Gaag. Gravenberg zit ertussen. Toch weer een van de uitblinkers. Gravenberg op Pinas, die zijn debuut maakt. Net als De Waal en die jonge Amerikaan. Drie spelers dus die vanavond debuteren bij Jong Ajax. En PSV op jacht naar de gelijkmaker in de slotfase. Dit is een aardige kopbal, maar Kotarski staat daar goed. Dan aan de andere kant, Gravenberg, weer sterk. Vindt Pinas. Ja, dit zijn mogelijkheden op de 2-0. Die zijn voorlopig nog niet besteed aan deze Pinas. Schiet hem net iets te druistig in. Gonge leidt daar balverlies. Gravenberg, de sterkste man op het veld. Wordt aangemoedigd door het thuispubliek. Traoré. En de redding van Ruiter. Is dit een penalty? Nee, zegt de scheidsrechter. Hier had Ajax een strafschop kunnen krijgen, maar de scheidsrechter wil er niet aan. De scheidsrechter Nachtegaal, een van de talenten. We zitten dan inmiddels in blessuretijd. En een andere debutant maakt een fantastische goal. 17 jaar, Max De Waal. En zo bepaalt hij de eindstand op 2-0.
keurig afgemaakt. Stuurde een verdediger van PSV het bos in. En zo wint Jong Ajax met 2-0 van Jong PSV. Zuur en teleurgesteld over de start van de wedstrijd. Wederom, daar baal ik enorm van. Omdat we daar zo op gehamerd hebben. En juist tegen deze ploegen weet je dat goed voor elkaar moet zijn. Bij elkaar goed in duel komen. En dat hebben we niet voor elkaar. Waardoor we weer binnen 5 minuten met 1-0 achterkomen. En daarna gedurende de wedstrijd kom je er wat beter in. En in de tweede helft helemaal. En hebben denk ik een prima tweede helft gespeeld. Alleen wel tot 20 meter. Ik vind dat we te weinig echte kansen hebben gecreëerd. En daar moeten wij beter in worden. Dus we moeten beter zijn in de eindfase in keuzes. Dus meer spelen naar de ruimtes van het veld die er zijn. Daar moeten we ook naartoe lopen. En het tweede is dat we elkaar meer moeten gunnen in de eindfase. We gaan nu op goals schieten. Terwijl er heel veel mensen voor staan. Dan is de kans wel heel erg klein dat je hem erin schiet. En daar moeten wij echt beter in worden. In hoeverre ben je bij een resultaat geweest dan? Want de tweede helft was inderdaad een stuk beter dan die eerste. Ja, natuurlijk heel lang. Weet je, het is 1-0, dus dat betekent dat je altijd in de buurt van een resultaat bent. Hè. Van de week was het 2-0, kwamen we nog terug. In de eindfase moeten we beter worden. En dus zolang het 1-0 is, blijf je natuurlijk in die wedstrijd. En het gevoel was er ook, hè, dat iedereen ook wel van, we zitten er goed in. Alleen het zou fijn zijn als je dan een keer een goal maakt. En die maken we niet. En we creëren uiteindelijk te weinig echt goede kansen. Dat zit in keuzes die wij zelf maken, vind ik.